Hey, hallo en leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe vlog. En kijk eens wie er ook weer bij is. Dus onze Kevin. Is een tijd geleden, maar het is de laatste tijd een beetje koud. En dan kom je niet gauw buiten. Dat is eigenlijk het grootste. Dat was het in december toch? Was het goed, punt eigenlijk dat wij niet. Precies. Ja, dat was december de laatste keer. Ja. Maar het is gewoon kouder en dan kom je veel minder vaak buiten. En, er is veel gebeurd. Er is ook heel veel gebeurd. Ik ga niet allemaal in details treden. Maar, we zijn hier in Rotterdam. In Rotterdam zijn we. En ik ga jullie een trip geven. Best wel een trip met herinneringen. In mijn oude buurt waar ik geboren ben. Waar ik had toch niks te doen, dus ik ging maar mee. En ik zei tegen Kevin, ik zei joh, ga gewoon mee. Ik zeg, als je dat niet doet, pak gewoon een revolver en schiet ik je gewoon overhoop. Ja, je moet gewoon meegaan. Ja, heb je dat? Ja, heb je dat? Nou, oké. Okay. Nou, we beginnen op 56B. 56B is het huis waar ik toen ik geboren werd. En hier heb ik... Waar ik gevonden ben, volgens Kevin. Maar hier, dit huis, als het goed is, was het deze was het, hier ook. Dat was onze woonkamer. En dit is het huis dus waar ik, geboren ben. Of, nou ja, ik ben eigenlijk geboren in het ziekenhuis, maar hier heb ik dus het begintijd van mijn leven heb ik hier doorgebracht. En dat vond ik wel leuk om dat te laten zien. Nou, hier dat stoepje, hier heb ik nog wel vaak gelopen. Hier was vroeger altijd een benzinepomp. Hier is het niet meer. Je ziet nog wel dat er beneden een soort winkeltje of een garage kan zijn. Maar daar was vroeger dus een echte garage en een benzinepomp stond hier altijd vlakbij. Dus we konden altijd gelijk uit de deur uit, de auto instappen en dan konden we gelijk even tanken. Maar dit is, hier liggen mijn roots, jongens. Hier liggen mijn roots. Nou, dit is dus het huis en we gaan dadelijk ook nog naar het tweede huis toe. Daar heb ik eigenlijk meer van mijn jeugd doorgebracht. Hier heb ik maar heel tijdelijk gewoond. Ik denk tot aan mijn tiende, denk ik, ongeveer negende, achtste heb ik hier gewoond. Oh, toen zijn we sommige dingen weet ik nog wel. Ik weet nog wel dat ik had ook geen eigen kamer, had ik. Ik had geen eigen kamer. Je had zeg maar... één kamer, of twee slaapkamers had je. En dan had je op een gegeven moment had je dan tussen de woonkamer en de slaapkamer van mijn ouders. Had je nog een soort klein tussengangetje. Aha. En dat was mijn kamer. Dat was mijn kamer toen. Nee, die had wel een eigen kamer volgens mij. En dat weet ik eigenlijk niet meer. Dat weet ik eigenlijk niet meer. Maar het is al zo lang geleden en ik kwam hier net aangereden en ik had echt zoiets van jeetje zeg. Hij weet het al niet meer. Het is echt, dit is echt een stukje, stukje historie voor mij. En vond ik wel leuk om te laten zien. Ik heb eigenlijk altijd al, dat eigenlijk al een keertje al willen filmen. Omdat het, het is toch een deel van mijn leven geweest. Ik heb hier toch, ik heb hier als kind heb ik hier met een klein wandelfietsje heb ik hier gespeeld. Als klein jongetje. En dat is wel ontzettend leuk. Vond ik het wel eigenlijk leuk om eens even te laten zien. Kijk, dit is nou een... dit is wel een snackbar trouwens nog. Eet goed. Bar. Eet goed heet het nou. Eet goed? Wow. Ja, vroeger was dat... vroeger was dit Artie. Was dit vroeger? Vroeger was dit Artie. Dat maakt wel. Dit was. Lekkere, als een ontzettend lekkere milkshake, dat wel. Als een ontzettend lekkere. Nou, dit is de Lusselstraat, winkelstraat in Kralingen. Nou, even kijken. Ja, je ziet er niet veel meer van, zeg. Hey. Daar had je vroeger blokken zitten. Speelgoed, blokken ging ik altijd heen. En daar verderop, daar had ik altijd mijn tandarts. Het kruis daar zo. Dus dat was ook wel, dat is wel leuk. Dus het is allemaal, allemaal een beetje historie voor me. Hier, slagerij. Dit is ook alweer een andere slagerij als toen ik te wonen. Die zat er wel, Café Lusthof. Die zat er nog wel. Ja, die zat er nog wel. Maar jeetje, wat zijn de winkels allemaal veranderd hier, zeg. Ja, het is natuurlijk ook al heel lang geleden. Nou spreek ik echt over begin jaren 80 of zo, denk ik. Ja, zo ongeveer, ja, jaren 80. Jaren 70 heb ik eigenlijk hier gewoond eigenlijk. Nou ja, ik ben van 12 december 75.
Dus dat zou dan de eerste 4 jaar van mijn leven zijn geweest. Ja, maar zo dat natuurlijk. Dus hier heb ik ook heel vaak met mijn moeder gelopen. Vergeten, ja, altijd winkelen hier ook. Sinterklaas, weet ik ook nog wel, waar hier alle etalages waren allemaal versierd en zo. Dat was echt hartstikke leuk. Dit is weer een nieuw gebouw. Vroeger had je dit niet. Vroeger was dit een heel ander gebouw. Oké. Ja. Toen hebben ze helemaal gesloopt en hebben ze dit neergezet. Ja, dat zal foto's wel zijn. Ja, moet ik even opzoeken. Als ik ze vind, dan zal ik ze nou laten zien. Ja, doe ik wel even kies, ja, zijn ze ook blij. En hier is Snackbar het Oosten, hé, die is er ook nog steeds. Alleen is die dicht. Of hij is voorgoed dicht, dat weet ik ook niet. Maar één van die twee dingen. Maar Snackbar het Oosten. Dus dat is... Ik ga het ook niet weten. Ja, het is echt leuk om weer terug te zijn hier. Oh. Hier echt leuk. Als je hier rechtdoor loopt. Dan loop je eigenlijk zeg maar naar het... waar ik de rest van mijn leven gewoond heb. Hier tussen op een gegeven moment aan de linkerkant zit nog een school van mij. Daar heb ik op school gezeten vroeger. Oh joh, je hebt op school gezeten? Ja, ik heb op school gezeten. Je hebt op school gezeten? Ja, dan weet je dat. Ja, heb je dat? Heb je dat? Mooi. Ja. Laat maar zien hoor. Ha, dus, heb je hier een blokken? Dat zat er vroeger ook niet. Dat gebouw was er wel, maar... Ja. Ik kan me niet herinneren dat dat een blokken was. Die blokken die zat altijd daar zo. Of mastkramen was het. Ik weet niet hoe dat precies heette. Nou, kijk jongens. En altijd kranten lopen hier, hè. We hebben de studentendinges. Studentengebouw. Er wonen al die studenten die hier ook. Het hele gebouw daarheen. Ja, daar zo. Die. Deze. Ik zal hem even inzoomen. Deze. Ja. Deze. Ja, we weten het. Ja, heb je dat? Ja, 11 september is er niks gebeurd. 11 september is er niks gebeurd. Ja, ja, heb je dat? Oké. Okay. Zit er dan maar vanaf met mijn bezig. Ja? God, hoe vaak ik hier niet gefietst heb. Nee, toen was hij niet bij, toen kon ik jou nog niet, man. Toen was jij net geboren, man. Toen was jij net geboren. Welk jaartal? Nou, ik ben in 1990 pas in Spijkenisse komen wonen. Dus... Was een jaar. Ja, toen was hij een jaar, ja. Bizar, hè? Wat bepaal ik zelf wel. Dit vind ik ook een apart gebouw, dit geweest, jongen. Net als dat je door een gebouw heen gaat. Aan de ene kant niet. En aan de andere kant zit zo'n ding, kijk, ga je echt zo'n viaduct door, hè? Ja, mooi man. Echt bizar, man. Echt bizar gebouw dat. Ja, dus, die heb je ook nog steeds. Dakloze gebouw. Dakloze, havenzicht. Dus zoek je een huis, dan mag je daar ja, in gaan. Ja, heb je geen huis en woon je in Rotterdam, dan ga je lekker naar het havenzicht. Ja, heb je dat? Ja, 11 september? Oké. Okay. Je moet niet elke keer zeggen 11 september. Ja, kap dan eens mee. Ja, kap er nou eens mee. Sorry hoor. Hi, is mijn nieuwe ex. Is mijn nieuwe ex. Yeah. Waarom staat dat ding zo onfucking verschrikkelijk ingezoomd, zeg. Oh, schijn nou eens uit met dat ding. Oké, dat inzoomen voor jou. Dat doe jij. Jij zit elke keer op die knop te drukken. Dan zit gewoon elke keer op die knop te drukken. Hou mijn knoppen druk, het. Ik weer ruzie gaan krijgen. Ja, nou ik geef je zo een ban op WhatsApp, hè. Ja, doe maar. Blokkeer je zo op WhatsApp, hè. Ja, dat deed je gisteren ook al. Oh, dat deed ik gisteren. Nee, dat heb ik gisteren niet gedaan. Jawel. Heb ik jou gisteren geblokkeerd op WhatsApp? Ja. Ah, lult. Je liegt. Echt niet allemaal geblokkeerd, lul. Ik heb je niet geblokkeerd op WhatsApp. Er zal wel een story geweest zijn. Ja, het is goed. Maar waarom lopen we eigenlijk zo ver van de auto vandaan? Ja, ik weet niet, daar word ik moe van. Jij loopt hier naartoe. Dan moet ik daar nog gaan lopen ook. Godverdomme, ik moet nog gaan lopen ook. Ja, heb je dat? Ja. Nou, oké. Okay. Kijk, hier zitten die oude zwervers hier zo. Alle studenten. Hi. Hi. Dat is mijn nieuwe ex. Dat is mijn nieuwe ex. Ik ga gewoon weg. Ah, het is lekker weer. En ik dacht bij mijn eigen van, nou, weet je wat we eens gaan doen? We gaan gewoon eens even weer even lekker een buitenvlog opnemen. Gewoon omdat dat kan. Gewoon een vlog. Yo? Ik hoor ineens jood. Yo. Ja. Wat gaan we allemaal krijgen nou weer? Weet ik niet. Wat krijgen we nou allemaal weer voor gouden hoer?
Oh, Excelsior staat maar 1-0 voor. Nou, dat is hier vlakbij, hè? Dus dan kunnen we weer naar... Zullen we nog even naar Excelsior gaan? Kijk, het staat 1-0 voor Excelsior tegen Utrecht. Ja, heb je dat? Nou, dan zitten we vlakbij. Wat is dit nou weer voor zakkie? Tuda, fruta, wat is dat nou weer? Oh, Laat me rijden, wat voor zaak dat is. Laat me drie keer rijden, wat voor zaak dat is. Ja, heb je dat? Ja, heb je dat? Oh, is dat voor zaak? Ja, heb je dat? 11 september. 11 september is er niks gebeurd. Nou, heb je nog wat te liegen? Dan gaan we hem even neerleggen en dan gaan we door naar locatie nummer 2, Os. Gaan we naar locatie 2, Os, gaan we. En dan gaan we even lekker even daar filmen. Oké, is goed. Ja, het is even een herinneringsvideo voor mij. Ik heb van het tweede huis wel een foto. Dus die zal ik dadelijk even posten. Maar we gaan weer even terug naar de auto lopen, want ik krijg... Ik heb steenkoude handen. Ja. En ik ga op mijn kant dood hier van de kou. Ik heb mijn oren die zijn. Oh, mijn oren vriezen eraf. Zo erg. Mijn klauwen vriezen. Kijk hoe rood mijn handen zijn. Ja, hij gewoon door de kou. Hij is gewend. Ik ben wel wat gewend. Ik ben heel veel gewend. Ja, nou, omdat ik het koud heb. Ja, ik wou hier naartoe. Oh, shit. Zal ik dan nou? Oké, nou, ik zie jullie allemaal dadelijk weer, hoor. Dag! En daar zijn we weer, hoor. We zijn weer op locatie nummer 2. Nou, hier ook dus gewoond tot 1990, toen ik naar Spijkenisse ging verhuizen. En ongeveer hier ook, bij dit raam, daar was onze woonkamer toen. Dat was onze woonkamer en dit was eigenlijk... Hieronder zaten dan nog mensen en had je hier de voordeur en had je daar ook nog allemaal huizen. Het zijn nou allemaal hele rare blokken geworden. Die huizen hebben ze allemaal afgebroken en hebben ze allemaal nieuwbouw voor teruggezet. Ik heb nog een foto ervan, die zal ik jullie nu laten zien. En hier woonde ik. Hier was onze woonkamer. Hier ook. Daar zo, dat was onze woonkamer. En dan keken we altijd op deze kruising uit. En dan met oud en nieuw was dat het feest hier ook. Dat was altijd, op deze kruising legden we dan de kerstbomen neer. En later kwamen de auto. Ja, en dan kwamen de autobanden er later bij. En dan maakten we altijd een vreugdevuurtje. Hier woonden altijd maatjes van me. Hier ook in deze rijtjes, daar woonden allemaal maatjes van me. En hier ook had je vroeger elektriciteitshuisje, daar gingen we altijd tegen voetballen altijd. Hier had je ook de ingang van de tuin had je hier ook. En als je hier had je elektriciteitshuisje, daar stonden we altijd tegen te voetballen altijd. Dus dat was wel ontzettend leuk was dat. Ja, en dan hier ook bij dat. Hier ook woonde een vriend van me beneden en dan ging ik hem altijd ophalen en dan ging hem altijd hier. Hi! Is mijn nieuwe ex. Maar goed, ga verder. Nou en hier was dan ongeveer de ingang, daar zo bij die lage dingetjes hier ook, was dan de ingang van de tuin en dan kon je hierachter inklimmen en dan was je hier achter in de tuin. En dan had je lekker voetballen, lekker een beetje ouwe hoeren voetballen. En dan had je hier ook nog die oude huizen. Dit hebben ze ook allemaal vernieuwd. Er zijn allemaal nieuwe huizen voor teruggekomen. Dus later allemaal gesloopt. Allemaal nieuwe huizen voor teruggekomen. En hierachter had je dan een pleintje. Daar kon je voetballen altijd. Daar maakten we altijd doeltjes, zoals een groot grasveld. En daar kon je dus voetballen. Dus dat was altijd wel heel erg leuk. En hierachter, hier heb ik ook vroeger gevoetbald. Hierachter, kan ik me nog wel herinneren. Hier had je een deur vroeger zitten. Een deur, of we klommen gewoon over het hek heen. Dat deden we ook nog wel eens, klommen we gewoon over het hek heen, hier ook. Kijk, en
wat je daar dus vroeger had, dat had je hier eigenlijk ook vroeger altijd. Kijk, had je zo'n soort ja, gemeenschappelijke tuin was dat. Met beneden allemaal van die kelderboksen allemaal. En dan kon je voetballen hier ook. Ben je ook nog wel eens vaak weggestuurd hier ook. Voetballen hier ook. Dus ja, het is echt allemaal herinneringen. Allemaal jeugdherinneringen. Die komen allemaal boven nou. Het is echt... ja, het is echt bizar. Kijk, oh, hier legt de hek er helemaal uit. Ja, maar kan wakker. Kijk, hier legt de hek er helemaal uit. Zullen we het doen? Ja, ik ga het ook gaan proberen. Ook. Kijk. Kijk. Ja, is goed. Nou, kijk. Hier voetballen we vroeger altijd. Hier heb je al die kelderboxen allemaal. Al die kelders kon je in. En dan als het regende, dan gingen we altijd hier voetballen. Lekker met een dakkie. En anders voetbalden we altijd op dit grasveld altijd. Dat was echt hartstikke leuk. Ja, dat is echt een goede oude tijd die nooit meer terugkomt. En ja, hier was eigenlijk mijn jeugd eigenlijk. Hier woonde ook mijn oma en mijn tante. Woonden hier ook altijd. En ja, hier ook daar ongeveer, denk ik zo ongeveer hier ook. Daar woonde mijn tante. En dan kwam het wel eens voor dat ik aan het voetballen was. En dan zag ik ineens dat mijn tante ineens kwam. En dan even een praatje maken. En dan, dit is allemaal, zijn ze allemaal aan het renoveren, jongens. Alles zijn ze aan het renoveren hier. Hier had je ook nog een klein voetbalveldje hier altijd. Dat weet ik nog wel. Oh, hier hebben ze nou een hek geplaatst. Dat was vroeger niet zo. Maar ja, hier voetbalden wij altijd. En ja, trainingspak aan en dan voetbalden we altijd. En dan pas als het dan weer tijd was om te eten, eigenlijk ging je eigenlijk weer naar binnen toe. En dan was het snel eten. En dan, als je dan je eten op was, dan ging je snel weer terug om, dit is wel heel erg nat hier ook, leren. Wat een modderpartij hier, ja, het heeft natuurlijk enorm geregend. Dus het is hier één grote modderveld hier ook, verschrikkelijk. Moet ik eens mijn voet even doen. Maar, hier kan ik dus weer niet heen. Oh my fucking god, wat heb ik in godsnaam gedaan? Wat ik niet allemaal over heb voor jullie jongens. Echt, ik zweer het je. Maar hier gingen we dus altijd voetballen, altijd. En dan, ja, tot het eten. En dan als je dan gegeten had, dan ging je heel snel weer terug naar je maatjes toe. En dan gingen we wel voetballen tot je weer naar bed moest. En dan... de andere dag weer naar school toe. Maar dit is wel echt leuk om hier weer een keer te zijn. Het is echt lang geleden dat ik hier geweest ben. Ja, ik ben natuurlijk in 1990 verhuisd naar Spijkenisse. En om hier in mijn oude buurtje weer rond te lopen, dat is wel ontzettend gaaf. Het is echt lang geleden. Kijk, ik ken nog een beetje dingen, maar... de laatste keer dat ik hier was, was ik toch wel een stuk leniger als wat ik nou ben. Maar ja, ik ben nou ook al over de 40 heen, hè? Dus dat wil wel. Ja, je bent 50, joh. Ja, ik ga richting de 50, jongens. Het schiet van die huisjes allemaal. En aan de overkant woonden mijn oma en mijn tante. Het waren een beetje dezelfde huizen. En zo ongeveer zagen die huizen bij ons er ook uit. Alleen wij hadden dan nog zo'n zo'n heel smal stukje hadden we. Dat was een soort, nou ja, was niet echt een, hoe noem je dat? Hoe noem je dat? Kijk, ik kom even naar mijn woorden, maar dat maakt niet uit. Maar dit ook, kijken. En beneden ging je naar de dinges toe, naar de kelder. Helder. En dan hier naar boven en dan... ja, goh, is het leuk om hier weer te zijn. Het is toch alweer 20 jaar geleden of zo, denk ik. Nee, langer. 30 jaar geleden. Bijna 30 jaar geleden. Dus, goede oude tijd.
Ja. We zijn al die huizen die zijn allemaal aan het renoveren, joh, hier, oh, joh. Ja, alles wordt gerenoveerd. Ja, mag ook wel gedaan worden ook. Die, toen wij eruit gingen, toen waren die huizen ook al jaren niet meer gerenoveerd. Oh, joh. Dus, nee, maar... ja, we hadden dan... Oh ja, balkons was het, dat was het. Kijk, balkons. En die balkons dan, hadden wij dan, zeg maar... Ja, het was eigenlijk een soort muur was dat. En dan had je twee van die gaatjes erin aan de onderkant. Dan kon je dan met je voeten op gaan staan. En, ja, dit is ook allemaal een beetje best wel veranderd allemaal. Ja, die oude huisjes niet. Dat is allemaal nog van de tijd dat... van toen? Ja, van toen. Toen ik er woonde nog. Die Foca, die zit er ook al fucking lang al. Die Foca. Die winkel van de Foca, die zit er ook al... Al eeuwigheid zit dat hier ook. Dus ja, precies. Some things never change, hè? Dat is een kledingwinkel. Nou, vroeger was dat een winkeltje, daar kon je elektronische dingen kopen en zo. Ja, elektronica. Ja, en dan kon ik ook keukendingen en zo. En dan kon je ook zo'n. Ik kocht er altijd zo'n klappertjespistool met van die patroontjes erin. Ja, ja, die kocht ik daar ook altijd op de hoek altijd. Dat ken ik. Nou, en hier nog een cafeetje zitten. En hierachter heb je ook nog ergens een cafeetje zitten. Ja, toen een keer, daar heb ik toen een keertje de hele automaat van leeg gehaald. Toen was dat ding kapot. Kon je gewoon door blijven draaien. Kauwgomballen bleven gewoon, komen. Toen ben ik naar huis gegaan. Toen heb ik een grote tas gepakt. Ben ik teruggegaan en toen heb ik die hele automaat heb ik helemaal leeg geplunderd. Kijk, ja, heb ik toen helemaal leeg geplunderd toen. Nou, ongeveer, denk je dat het hier was? 44 denk ik ongeveer, zo ongeveer. Hier woonden mijn oma en mijn tante. Hier woonden dus ik woonde vlak bij mijn oma en tante. Dus ringen we heel vaak op visite. Dus dat was wel ontzettend leuk. Ja, het is echt... deze kant is allemaal nog hetzelfde gebleven. Maar die kant waar ik eigenlijk gewoond heb, die kant, het is eigenlijk allemaal veranderd eigenlijk allemaal. Maar ik, kijk, helemaal onder de blubben, man. Kijk, je ziet weer groot, hè? Ja, het is één blubbenpartij. Ja, ik ging daar in het gras, dat had ik ook niet moeten doen. Ja. Dus, maar het is echt leuk. Maar de, ja, dat had je dus aan... Nou loop ik hier gewoon door, kijk eens, en wat zie ik hier ook tot mijn grote verbazing. Hier staat de deur gewoon wagenwijd open. Zo van, loop maar door jongen. Zit ik helemaal moeilijk te doen. En hier staat er gewoon het hek gewoon helemaal open. Gezellig, fantastisch zeg. Nee, maar ja, het is toch wel, wel leuk om hier weer terug te zijn. Nou, dit waren allemaal huizen van voor de oorlog. Dit, hè. Op een gegeven moment aan de achterkant hebben ze... was eigenlijk het eerste stuk wat ze eigenlijk sloopte eigenlijk. En daar ben ik wel vaak in geweest. Sloopten we de... Hadden we het hout gebarricadeerd, weet je wel. Ja. En dan dichtgetimmerd. En dan haalden we de planken haalden we weg. Dan gingen we gewoon naar binnen. En elke ruit die we dan zagen, die sneuvelde, weet je wel. Dus dat was wel echt, was wel echt leuk. Ja, had je dan een winkeltje vroeger, een tweedehands winkeltje van, wat is het naam, Bas heette die, Bas Boterbloem noemden wij hem altijd. Was een zwerver was dat en die had hier een huisje verkocht, oude tweedehands rotzooi. Daar heb ik ook nog een hele tijd mee geholpen en zo, toen ik klein was. Okay. Dus dat was wel leuk, dat was wel grappig. Kijk, dit was dan eigenlijk de tuin, zeg maar het is nu allemaal dicht. Zie je? Het is allemaal dicht. Oh, ze hebben nou daar de steden in. Daar hebben ze nou dat elektriciteitshuisje gemaakt, zeg maar voor steden in. Ja, waar de stroom, ja, ze hebben het verplaatst eigenlijk, ja. Ja, ja dit is. Dit, was, dit liep gewoon helemaal door, vanaf hier tot daar zo en dan helemaal in de vierkant. Dus dat was allemaal één en dezelfde bouw eigenlijk. Ja. Hier stonden allemaal oude huizen hier allemaal. Hier had je ook een snoepwinkeltje hier op het hoekje. Daar zo had je ook een snoepwinkeltje.
Ik wil regelmatig snoep halen. Ja, dat was vlak bij mijn huis. Je hoeft alleen de straat uit te lopen, huppakee. Dus nou, en dit. Kijk, dit zijn eigenlijk de huizen nog die ze bewaard hebben. Dit is het enige rijtje nog wat ze bewaard hebben. Zo zag onze balkon eruit. Kijk, zo zag ons balkon eruit. Echt bizar. Grappig, hè? Ja, maar ook die twee van die gaten in de midden. Echt bizar, jongen. Nou, zo'n soort huisje hadden wij eigenlijk. En dan aan de achterkant had je dan de twee slaapkamers. Eén van mijn zus en één van mij. En ja. Hier had je vroeger kinderdagverblijf zitten. Dus nou een winkeltje. Asbest inventarisatie. Advies en projectmanagement. Dit was een kinderdagverblijf. Hier was dit vroeger. Hier woonde een vriend van mij altijd. Hij woont er nog steeds. Ja hoor. En dit, deze huisjes. Zo zagen die huisjes er van ons uit. Met zo'n deur en dan zo'n klein stenen dingetje. Dus je kon wel de deur open zetten, maar je kon niet eigenlijk naar buiten lopen. Want dan had je gelijk. Maar je kon wel de ding kon je openzetten, weet je wel. Nou, dit waren eigenlijk zeg maar de huizen eigenlijk. Ja, dit hebben ze ook gerenoveerd hoor. Vroeger zaten er hele andere ramen in en zo. Maar. Ja, dat hebben ze nou blauw gemaakt en zo. En ze hebben er nou ook van die dakkapellen opgemaakt, joh. Dat was vroeger ook niet. Die bovenste etage, dat was vroeger ook niet dat houten. Maar dit is mijn buurtje, jongens. En hier heb ik vroeger heel veel gespeeld, gevoetbald, kattenkwaad uitgehaald, rotzooi getrapt. En ja. Ja, was echt gaaf. Mooie tijd hier. Zus ging hier altijd kranten. Ik had hier een krantenwijk. Dat was deze wijk. Ja. Dus dan in december ging ik altijd mee. Want dan was het nieuwjaar wensen, weet je wel. Kreeg je altijd een euro, kreeg je altijd een gulden. Gaven ze gulden of twee gulden, weet je wel. Kreeg je wel geld. Dat is wel lekker. Nee, maar dat houten, dat is allemaal nieuw, want dat was te vroeger niet. Ja, en hier die raampjes aan de achterkant, dat was allemaal. Zijn allemaal eigenlijk slaapkamers, waren dat. En ik had dan zo'n klein raampje had ik dan. En mijn zus die woonde dan waar zeg maar het balkon was. Dus dat was, was echt leuk. Echt leuk. Nou, we lopen nog even verder en dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo. Nou, en dit was de kerk. Hier heb je vroeger, als je het grasveld, dat heb je nou nog steeds, gingen we wel eens op voetballen. En dan kwam de boze kerkdominee, die kwam even ons wegsturen. Dus hier heb ik ook nog wel herinneringen aan. Goh, ben ik hier vaak weggestuurd, zeg. En dan heb je nog dit gebouw en zijn ze nou aan het renoveren. En dat zag er ook heel veel pauperd uit de laatste tijd. En ja, zijn ze nou aan het renoveren. Nou, hierachter heb je nog een stukje, daar ging ik altijd voetballen en daar heb ik die kauwgomautomaat ook leeg getrokken toen. En als je daar verderop, als je allemaal winkeltjes en zo, als je allemaal, kon je op een gegeven moment kon je daar nog, hoe heet dat, camera's huren. Dat was in het begin tijd van de VHS camera's, die kon je daar kopen, of kon je daar huren bedoel ik. En als je daar ja, ook nog een Chinees, ging wat Chinees halen. Mm. En gingen we boodschappen halen bij Bas van der Heijden en dan moest je hier rechtdoor lopen en zo. En dan gingen we verderop, gingen we altijd boodschappen doen. Dus dat is ook wel leuk. En hier heb je het oosten, een van de oudste zwembaden van Rotterdam, het Oostelijk Zwembad. Hier ging mijn zus altijd zwemmen en ging ik altijd kijken. Ze hebben
een tijdje terug renovatie gehad. En ja, dat is ook wel een herinnering. Hier zat vroeger een kerk, die hebben ze ook gesloopt. En hier rechtdoor ging ik altijd naar, school toe. En als ik een klein stukje doorreed, dan kwam ik bij mijn school uit. En ja, het is dus de Gedesia weg. Het is ook wel een stukje herinnering. Allemaal nog ouderwets, hè. Die ouderwetse raampjes en zo. Dat is de ingang. Ja. God, er is helemaal niks veranderd, zeg. Hey. Er is helemaal niks veranderd als dat het was. Allemaal nog van die ouderwetse deuren en zo. En dan dat ding omhoog. Het is allemaal nog hetzelfde gebleven eigenlijk. Dus dat is ook wel ontzettend gaaf. Gaaf om dat weer terug te zien. In dit gebouw hebben ze nieuw gebouwd. Ik weet niet wat voor lelijk ding dit is, maar ik vind het nou niet echt dat je zegt van goh, wat een prachtig. Daar is je de doof en de blinde school, daar zo. Daar zo. Oh joh. Dus Ricardo, leef je uit. Ja, dat zeker niet. Ja, hier hebben we de Vredehofstraat. Hier heb ik ook nog een tijdje gezeten. Toen werden onze huizen gerenoveerd. Waar we de eerste keer waren. En er stonden allemaal houten keetjes hier ook. Het waren allemaal tijdelijke huizen allemaal. Dus dat is ook wel leuk om te weten. Nou, met deze sluit ik dus bij het Oostelijk Zwembad. Sluit ik de vlog af voor vandaag. Ik zou zeggen, bedankt Kevin. Goed, kijk, ja, tuurlijk. Bedankt dat je mee geweest bent. Ja, tuurlijk. En ik zou zeggen, ja, ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. Ik vond het een beetje leuk om terug te kijken naar de periode dat ik in Rotterdam woonde. Ik heb altijd heel vaak in mijn livestreams heb ik het er ook wel eens over. Ja, ik woon wel eens bij Kinissen, maar ik ben in Rotterdam geboren. En ik ben eigenlijk altijd Rotterdammer gebleven eigenlijk. En nu hebben jullie in ieder geval een kleine kijk. Heb ik jullie gegeven op toen ik geboren ben en de begintijd dat ik de begintijd van mijn leven eigenlijk en de buurten waar ik gespeeld heb als kind en is toch wel ontzettend leuk is dat. Dus ik hoop dat jullie allemaal het leuk gevonden hebben. Ik zou zeggen, doe even dat duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op mijn kanaal. Druk even op het belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. Doe het nu, abonneer gewoon op It's All Tracks. En dan kan ik alleen nog maar zeggen, Kevin bedankt. En we zien elkaar allemaal wel weer bij een nieuwe livestream of een nieuwe video. Dan gaat hij weer uit beeld. Ga gewoon in beeld. Ga nou in beeld. Oh, dan moet ik rondjes gaan draaien. Dus ik zou zeggen jongens, de groetjes allemaal en tot ziens allemaal. En, tot de volgende vlog. Tot de volgende vlog. Maar en, eerste weet ik niet. Maar... Ja, dat weet ik ook nog niet. Dat is tegenwoordig altijd een verrassing. Wat een verrassing. Terwijl er ineens politie komt. Oh jee jongens, we worden opgepakt. Kijk, daar komt de politie hoor. Daar komt de politie hoor jongens, daar komt hij hoor. Nou, in ieder geval jongens, allemaal bedankt voor het kijken. Ja, en jullie weten het allemaal. Skabidi, skabidoo, skabidabidoo.